Na de dramatische score van de Wendy van Dijk Show Ministars op vrijdagavond, ziet SBS6 zijn scores op de zaterdagavond ietsjes opkrabbelen. Gerard Ekdom trok gisteren met The Tribute Battle of the Bands 665.000 kijkers, 11%, waarna de nieuwe Kees Tol Show Casino Royale 492.000 kijkers, 10% neerzette. Kees scoorde daarmee net iets meer kijkers dan de commerciële concurrent RTL4, dat met de Vrienden van Amstel live special van Renze Klamer Stokshow 489.000 kijkers, 10%, wist te vermaken. Toch is het voor Kees net zo'n verdrietige dag vandaag als voor Wendy van Dijk gisteren, stelt voormalig SBS6-baas Tina Nijkamp. Renze zal echter ook niet op de bank springen van geluk, aldus Tina. Volgend jaar denk ik geen Vrienden van Amstel special meer op RTL4. Ook vorig jaar scoorde het laag, 345.000 kijkers, toen met Eva Jinek. De grote winnaar van de avond was Wie is de Mol met ruim 2,6 miljoen kijkers, 43%, op NPO1. De zender hield er met Ik Vertrek 1,5 miljoen, 29%, vast en 1 miljoen mensen, 19%, zepten naar NPO3 voor Mol Talk. Waar RTL 4 om 9:30 vrij belabberd scoorde met Renze, deed Bo van Erve Dorens het direct daarvoor beter met Weet ik veel. Dat programma kwam uit op 919.000 kijkers, 16%. Al met al zullen ze vandaag bij SBS6 iets minder in mineur zijn, ondanks de score van Kees, besluit Tina. Voor John de Mol, Gerard Ekdom en team SBS6 dus een veel vrolijkere ochtend dan gisteren. Het gaat dan vooral om de score van Gerards programma. Het appverkeer zal wat drukker en positiever zijn en er zal zeer veel opluchting zijn dat dit in ieder geval niet geflopt is.
We'll be right back.